In de training Contact maken bij dementie gaan we om met verschijnselen van dementie. Dat kan zijn onzekerheid, niet meer weten wat je te wachten staat, het überhaupt niet meer weten. Want als je het niet meer weet, dan ben je eigenlijk op een punt aangekomen waar het onbekende start. En met dementie is dat iets waar mensen die dementieverschijnselen hebben, elke dag mee te maken hebben. Als je aan dementie denkt, wat voor, wat zijn situaties waar jullie van zeggen, nou, dat vind ik zo ontzettend moeilijk. In dat gebied van gedrag, van emoties, van rollen. Afscheid nemen. Afscheid nemen. Elke dag weer opnieuw. Je zit thuis terwijl je echtgenoot ergens anders zit en je wil eigenlijk daar zijn, je zit thuis. Oké, dus niet op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn. Ja. Contact maken bij dementie is een training waarin je zelf aan de slag gaat, waarin je met elkaar gaat uitzoeken hoe jij het beste kan doen. En dat doen we door te oefenen, dat doen we door met elkaar te delen, door vragen te stellen. En het is vooral een lekkere, praktische training. Zoek even een partner met wie je dit kan gaan doen. We gaan elkaar begroeten en welkom heten. Dus ik zou zeggen, dit is heel erg ja. En dit is nee. Ja? Oké. Nou gaan we een gebaar zoeken waarop jullie, en dat mag je even voor jezelf gaan doen. Wat is nou, hoe geef jij je grens aan? Met een gebaar. Met een gebaar. Ja, dat kan ik ook wel zien. Wat heb je ontdekt? Als zij dit deed, aan de zijkant vond ik het niet erg. Vond ik goed. Okay. Maar zo? Dat was een ontdekking. Oké, ja, dus wie nog meer? Wat deed jij? Nee. Hij deed zo, maar dat had ik wel niet. Ja, dan is dat maar een ander wel gevoel voor nodig, hè? De lichaamstaal. Er zijn zat mensen die dat dus totaal niet zien. Nee, ben ik helemaal niet eens. Ja. Totaal, die ja, hebben er geen gevoel voor. Nee, geen idee. Maar voor degenen die er geen gevoel voor hebben, daar moet jij toch mee omgaan. Ja. In contact maken met dementie volgen we een routekaart. En die routekaart gaat langs alle fasen van dementie. Aldoende leer je om te gaan met alle, ja, hoe zal ik het zeggen, de onzekerheden die je tegenkomt. De kunst is eigenlijk dat je er niet bang voor bent, maar dat je gaat ontdekken hoe je met iets kunt spelen. Hoe je je eigen creativiteit kunt inzetten om niet de paden te gaan die je al kent, maar om er van af te gaan wijken, om te gaan onderzoeken. Iedereen heeft een eigen manier en het is het fijnste als je je eigen manier leert kennen, want dan kan jij ermee uit de voeten. Dat wat jij eigenlijk heel erg zoekt, kan niet ontstaan omdat je niet wacht op het moment dat er van de andere kant ook iets komt. Nou, dat begrijp ik nu. Maar ik zoek dan toch nog een manier. Ja. Hoe ik daar dus makkelijker mee om kan gaan. Hoe ik dit kan accepteren. Want het is voor mij heel makkelijk om iemand te negeren. Ja, maar het gaat niet over negeren. Het gaat erover dat ik naar jou toe kom en zeg, Vera, ik wil geen contact met je. Au. Zo is het. Ja. Maar het gaat mij erom dat er kennelijk dus bij jou een behoefte is die, om dat contact wel te maken. Ja. En als ik het niet wil, onderstrepen. Ja, en als ik het niet wil,
En jij blijft het willen? Ja, oh ja. Oh, dan vallen jullie allemaal patronen. Weet je wat dan aan het... Eerlijk zijn in wat je zegt en hoe je iets zegt, is ontzettend ondersteunend in het omgaan en contact maken met mensen met dementie. Wij zijn gewend om aan de buitenkant iets te zeggen, ja, dat is oké. En aan de binnenkant eigenlijk te denken, nou, ik weet niet of ik dat ga doen. Bij mensen met dementie merk je dat zij op de binnenkant gaan reageren. Dat is lastig, want je hebt het vaak helemaal niet door dat je zoiets doet. Nou, dit leren herkennen en dat te oefenen, daar heb je moed voor nodig. Daar heb je moed voor nodig om aan jezelf te gaan erkennen dat je soms iets wel zegt, maar niet doet of anders doet. Ben je anders in de ene rol dan in de andere rol? Ja. Ja. En wat verandert er dan? Vandaag heeft een goede dag. Ja, dat is heel fijn. Ja. Ik ga me het al voor dat ik een baan heb. Ja, het is leuk. Ik vond het heel fijn dat ik gisteren bij jouw mantelzorger van de mantelzorgers kon zijn, derde rol. Wat hadden jullie ontdekt? Dat ik in de ene rol heel erg vertellend ben en in de andere rol vragen stel. Oké. Mijn man vraagt voortdurend, leeft je moeder nog? En je vader? Ja. En dat. Hoe zou je dat benoemen als rol? Waar is die dan? In wat voor rol kind. Zit die daar? Hij is kind. Hij gaat terug naar kind zijn. Ja, oké. Okay. Ja. En als jij dan vast blijft houden aan je rol als echtgenoot. Ja. Helpt je dat? Nee, ik ben zoekende wat dat betreft. Helpt het om aan je rol vast te houden als het niet meer gaat? Kijk, kennelijk konden jullie allemaal het contact houden en steeds van rol verwisselen. Nou, dat wordt natuurlijk op een gegeven moment aan je gevraagd met dementie. Want de rollen veranderen steeds. De ander valt in een rol en kan daar niet meer zelfstandig uitkomen. Jouw man kan niet meer niet kind zijn. Die is kind. Nou, dus aan jullie wordt gevraagd, hoe snel kan je schakelen in die rollen? De training bestaat uit 6 bijeenkomsten. Dan heb je een flinke dosis ervaring opgedaan. Je hebt geleerd om je waarneming te verfijnen. Je hebt geleerd om met elkaar bij de feiten te blijven. En je hebt geleerd om te herkennen wat je zelf, in welke valkuilen je zelf kunt vallen. En het belangrijkste is dat je hopelijk je plezier terugkrijgt in het contact maken en het ontdekken. Wat er allemaal wel mogelijk is. En niet blijft hangen bij wat er niet kan. Contact maken bij dementie is bedoeld voor familie, voor zorgprofessionals, voor vrijwilligers. Eigenlijk iedereen die met dementie te maken heeft. En wat is nou zo mooi aan dit met elkaar te doen, is dat je ongelooflijk veel van elkaar kan leren. De een denkt dat het zo moet vanuit zijn professie. De ander als familielid vindt dat het zo moet omdat hij familie is. En juist dat uitwisselen en het eerlijk zeggen en het eerlijk oefenen met elkaar maakt het mogelijk dat je samen een nieuwe taal vindt. En zo bouw je langzaam maar zeker aan een netwerk van mensen die gelijkgestemd zijn, maar ook die dezelfde taal spreken. Namelijk een non-verbale taal die gestoeld is op vertrouwen en op ontdekken. Als je hier meer van wil weten, dan kan je op de website kijken of je kan een e-mail sturen aan marjolein@destichtingkoffer.nl. En je bent van harte welkom. Graag tot dan.